U gaat morgen niet meer naar Guyana? Nee, ik had twee uitnodigingen. Eén om een inleiding te houden in het kader van Oil and Gas in Guyana. Een uitnodiging van de president om daar te komen om te praten over de bilaterale samenwerking. En ik zou mijn voorzitterschap gaan overdragen direct daarna op Bahamas. Waarbij de premier van Bahamas het over zal nemen als CARICOM voorzitter. Dat was wel belangrijk, je moest daar aanwezig zijn. Maar ja, als er nationale issues zijn die mijn aanwezigheid hier dringend eisen, dan moet ik dan blijven. Ik heb gisteren nog met de secretaris-generaal van CARICOM gesproken of er een optie is om met een video, een live video, het over te dragen. En zij werkt het uit dat ik het live zou doen. En mijn toespraak in Guyana zal ook met een videotoespraak zijn. Want ik heb dat programma gezien van Guyana. U bent opgevoerd als eerste spreker. Ja, wat moet ik doen, Bimla?